Vandaag gaan wij het windmolenpark openen. Het windmolenpark waar we 10 jaar geleden aan begonnen zijn. Met elkaar, met 12 boeren in de Kubbenweg. Om te kijken of wij dat zouden kunnen realiseren. Nou, je zult begrijpen, na 10 jaar is de vreugde groot. Dat wij vandaag het echt gaat gebeuren. Als er een wind van verandering waait, bouwen sommigen het scherm. Andere bouwen windmolens. De Kubbenweg bouwen windmolens. Dank u wel. Het speciale van dit park is dat het sowieso het grootste particuliere initiatief is op dit moment in Nederland. En dat dit park rechtstreeks gaat leveren op het hoogspanningsnet. Dus tussen met een eigen onderstation. Dat onderscheidt zich in het bijzondere van de rest van de parken. En wie profiteren hier dan van mee? Wie zijn die eigenaren? De eigenaren, dat zijn 12 boeren in de Kubbenweg. Die dat met elkaar georganiseerd hebben, zou je kunnen zeggen. Die met elkaar een aparte BV opgericht hebben. Waarin dat hele windmolenpark is ondergebracht. En die BV heeft dan ook de hele structuur verder qua financiering op poten gezet. Ja. Was dat nou een ingewikkeld traject om dit te realiseren? Was een echt ingewikkeld traject. Sowieso de vergunningen, eer alle instemmingen er waren, heeft veel voet in de aarde gehad tot zelfs bij de Raad van State. Maar achteraf, nou, wrijving geeft glans, zeggen ze wel eens in het leven. Hebben we nu een glanzend park. En glanzend ook in financieel opzicht? Ja, het is zo met alle windmolens. Het is zo dat de wind bepaalt. In de laatste jaren is het windaanbod wat minder. Er zijn ook wel eens mensen die denken dat je er gelijk schatrijk van wordt. De eerste 8-9 jaar werk je voor de bank. De Rabobank heeft dat 100% gefinancierd. En die wil dat zo gauw mogelijk weer terug hebben. En nou ja, door langdurige stroomcontracten kan dat. En dan ben je in 8 jaar voor de bank aan het draaien. En daarna hopen wij dat we dan ook nog zelf wat revenue daarvan overhouden. Daarna is uw pensioen aan de beurt. Dan zal dat pensioen hopelijk daar een onderdeel van worden, ja. Oké, ik wens u een glansrijke toekomst. Dankjewel. Okay.